Waarom wordt er zo'n heisa gemaakt van het feit dat Sunder geen governor is geworden van de centrale bank? Die vraag stelde Robbie Berenstein, voorzitter van C47, een lidbond van de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaxuur. Berenstein heeft vandaag een persconferentie belegd waarop hij nader is ingegaan op de beschuldigingen die vanuit de CLO, Moederbond en PWO, aangesloten bij Ravaxuur, aan zijn adres zijn gedaan. Berenstein vraagt zich dus af of het de moeite waard is dat deze heisa is ontstaan, omdat er grotere problemen in het land zijn. Voort zegt hij dat het in deze case niet gaat om arbeidsbelangen, de massaal in het geding zijn. Dat we daar ideologische of fundamentele meningsverschillen over hebben. In dat geval zou ik zeggen van die arbeid is het echt de moeite waard. Dat doen we met een lange serie. Want het gaat om de collectieve belangen van onze doelgroep, de werkende klasse. Maar in deze gaat het om een puur persoonlijk belang. Een puur persoonlijk belang. Het heeft niets te maken met vakbeweging en dit en dat. Is governor worden als persoon of niet? En laten we in dit kader toch een aantal misvattingen uit de wereld helpen. Want vooral die meneer Hooghart, die verslag van om termen hier en daar te gebruiken, ja, waar het goed uitkomt, dat men gebruik van een term is van kolonialisme, dan. Verder kan niet. Slavenmeester, dat is toen de rekening en zo. Elite arbeiders. Misvattingen waarvan u ons ook moet helpen om die de wereld uit te helpen. Berenstein haalde verder aan dat bij de oprichting van C47 een ideologisch uitgangspunt is gelanceerd, namelijk dat vakbond en politiek samengaan. Dit standpunt wordt nog steeds gehanteerd om het beleid te kunnen beïnvloeden of sturen. Governor van de Centrale Bank is echter geen politieke functie, maar een technische die door een technocraat moet worden ingevuld, benadrukt Berenstein. Dus dat van de vakbeweging krijgt dan de gelegenheid om iemand voor te dragen als governor. Dat is totaal, ja toch, Farikaren, niet in het belang. Ja toch? Dat is een drogreden. Het gaat absoluut niet om de vakbeweging. In ons werk als vakbondsleider hebben we nooit naar deze functie geopteerd of wat dan ook, omdat het een technische functie is. Ja? We kijken natuurlijk scherp wat het beleid is van zo'n instituut. Maar het is absoluut geen politieke functie. Eén belangrijk aspect hierbij is, dames en heren, dat Ravaxuur geen rechtspersoon is. En dat is verkondigd op de persconferentie doordat het besluit is genomen op 4 maart. Dat de drie voorzitters, met name de voorzitter van de Moederbond, de voorzitter van het CLO en de voorzitter van PWO, Ravaxuur gaan vertegenwoordigen in en buiten rechten. Een grotere kolder dan dat hebben we dat niet gehoord. Want ik bedoel, we zijn geen rechtspersoon. Hoe gaat u, wij en voor alle duidelijkheid naar de samenleving toe? Zoals eerder aangegeven, C47 is een van de medeoprichters van Ravaxuur en we blijven in Ravaxuur. Wij gaan niet uit Ravaxuur. Wij gaan ons dingen doen. Ik bedoel, overigens, wat stellen deze vier vakcentrales voor? Als ze samen op één hoop gooien tegenover een C47, dan denk ik dat die vier vakcentrales wel licht zullen worden bevonden om voor ons te bepalen en besluiten voor ons te nemen. Dianan Dwarka van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders VAL, die ook aangesloten is bij Ravaxuur.
Hij benadrukt dat de 3 vakcentrales niet namens C47 val en de andere vakcentrales het woord mogen voeren. Berendsen is verder omstandig ingegaan op wat zich voorafgaand aan het niet doorgaan van de benoeming van Armand Sunder als governor van de Centrale Bank heeft voorgedaan. Hij benadrukt dat wat er ook aan de andere zijde wordt gezegd, hij in alle oprechtheid heeft gehandeld. De persconferentie is belegd in het C47 Centrum aan de J.A. Pengelstraat.